Beste kinderen van stad Beringen en omstreken. Ik ga vandaag een verhaaltje lezen en dat is De slee van de kerstman. Brrr, wat is het koud buiten, rilt de kerstman. Hij schudt het verse sneeuw van zich af en doet de deur snel achter zich dicht. Hij heeft net zijn rendieren eten gegeven, zo, zegt hij, die hebben weer tot eten tot morgen vroeg. De oude man hangt zijn jas aan de kapstok. Dan trekt hij zijn sneeuwlaarzen en steekt zijn koude voeten in heerlijke, zachte pantoffels. Tevreden sloeft hij naar de haard. Hij neemt een oude krant, gooit daar een paar houten blokken. Oh, nu kan ik wel lekker warm worden. Maar waar heb ik mijn lucifers? Mompelt hij. Ah, hier. Even later hoort hij het vuur lekker knetteren in de open haard. De kerstman pakt zijn grote boek en leunt achterover in zijn luie oude stoelen. Hij begint rustig te bladeren. Ik hoop maar dat ik dit jaar niemand vergeten ben, zegt hij, terwijl hij alles een beetje opgeschreven heeft en rustig naleest. Oh, Arne wil een trein, Amelie wil een fiets en Jules die wil een boomhut. De kinderen vragen ieder jaar grotere geschenken, zucht de kerstman. Ik hoop maar dat ik dit jaar alles op mijn slee krijg. Vroeger waren ze al tevreden met een pop, een voetbal, maar nu een boomhut. Het lukt. Zo niet, neem het veel plaats in. Boing, boing, boing. De grote staande klok in de woonkamer slaat 3 keer. De kerstman schrikt. Is het al zo laat? Snel zet hij zijn radio op, want iedere avond luistert hij naar het nieuws en het weerbericht. Goedenavond, luisteraars, klinkt het door de woonkamer. Het is 3 uur, tijd voor het nieuws. Dit jaar werden er veel kerstbomen verkocht dan vorig jaar. De kerstman luistert maar met een half oor als hij terwijl verder bladert in zijn boek. Dat was het nieuws, klinkt het door de luidspreker. En dan volgt nu het weerbericht. De kerstman gaat meteen rechtop zitten, spitst zijn oren. Hier heeft hij opgewacht. Aandachtig luistert hij naar de stem op de radio. Er wordt veel sneeuw verwacht in het noorden. In België dikke mist. In Nederland regent het pijpenstelen. En in Duitsland zijn er rukwinden van wel 100 km per uur. In Noorwegen vriest het. En in Spanje, daar schijnt de zon. Dan heb je Zuid-Afrika. Dat is de kwik tot 32 graden. Oei, oei, oei. Wat een weer, zucht de kerstman. Wat moet ik nu aantrekken? Mijn grote pakjesronde gaan doen? Mijn sneeuwlaarzen? Mijn oude regenjas? Mijn rode zomerbroek? Ik weet het niet meer. 'S Nachts kan de kerstman niet slapen. Hij moet steeds aan het weerbericht denken. Sneeuw, wind, regen, mist. Oh, hoe moet ik het toch allemaal gaan doen? In het ene land daar vriest het, in het andere land daar is het 32 graden. Het is echt geen pretje om met de slee door de mist te trekken. Ja, ik moet toch gaan nadenken. De kerstman, hoe moet ik dit oplossen? Hij denkt in zijn eigen. Ja, ik ga het toch proberen. Opeens springt hij recht. Ja, dat is het. Ik heb een idee. Hij neemt een potlood, papier en hij begint te tekenen. Wat zou hij toch van plan zijn? Wel een uur heeft de kerstman aan de tekening bezig geweest. Hij streept, hij slijpt zijn potlood nog eens, want hij twijfelt. En dan is zijn ontwerp volledig klaar. Moe, maar tevreden, legt hij zijn plannetje op het nachtkastje. Zo. Dan ga ik nu slapen en dan kan ik morgen vroeg beginnen aan mijn nieuw plan. Tevreden kruipt hij onder de dekens en even later ligt hij stevig te snurken. Als morgens de wekker afloopt, is de kerstman al lang beneden. Hij heeft al ontbeten, loopt snel naar de grote schuur. Maar wat doet de kerstman geheimzinnig? Hij kijkt schuchter om zich heen, doet de poort open van de schuur en dadelijk terug dicht. Even later komt hij naar buiten, timmert een bordje tegen de poort. Geheime verboden toegang, staat erop geschilderd.
en hij gaat weer in het schuurtje en de deur dicht. Zoals altijd komt de postbode tegen Tine twee grote postzakken afleveren. Hij kijkt vreemd. De kerstman doet de deur niet open. Hallo, is hier iemand? Roept hij luid. Dan hoort hij veel kabaal. Er wordt daar druk geklopt, gezaagd. Wat zou de kerstman toch in het schuurtje doen? Voorzichtig stapt de postbode naar de grote poort. Dan ziet hij opeens het bordje hangen en aarzelt. Wat moet ik nu doen? Hallo, is hier iemand? Fluistert hij zachtjes. Langzaam gaat de poort open. De kerstman steekt zijn hoofd naar buiten. Dag postbode, fluistert hij geheimzinnig. Zet de post maar bij de deur, ik heb nu geen tijd. Dag. En hij verdwijnt weer in het schuurtje. De postbode is erg nieuwsgierig, want de kerstman deed toch maar raar. Hoofdje buiten, deurtje dicht, hij vond het maar raar. Maar ja, hij wil toch graag weten wat de kerstman allemaal uitspookt in dat oude schuurtje. Als hem terug in het dorp komt, vertelt hij aan iedereen dat de kerstman geheimzinnig doet. De bakker is benieuwd, de burgemeester, de vrouw van de slager. Ze willen het allemaal weten over de geheimzinnige praktijken van de kerstman. Ze wilden eigenlijk wel een kijkje gaan nemen bij het schuurtje. Maar ja, ze durven niet goed, maar ze gaan het toch proberen. Het duurt niet lang of het hele dorp is op weg naar het huis van de kerstman, die ondertussen vrolijk aan het werk is in zijn schuur. Hij timmert, hij zaagt, hij klopt. En opeens krabt hem in zijn witte baard. Hoe ga ik dat oplossen? Vraagt hij zich af. Plots krijgt hij een idee. Voorzichtig doet hij de poort open, kijkt stichtig om zich heen en loopt hij vlug naar de voordeur van zijn huis. Hij is erg gehaast, struikelt bijna over de twee grote postzakken die daar liggen en verdwijnt het huis in. Ondertussen komen de mensen van het dorp aan. Ze zien de schuur met het bordje erop, maar niemand durft verder gaan. Ineens vliegt de deur van het huis open, komt de kerstman tevoorschijn en hij heeft ze allemaal nog niet gezien. Maar hij heeft vreemde dingen bij zich. Een parasol, een stuur, een fiets, twee rollen stof. Als hij de mens dan echt te goed bekijkt, blijft hij staan. Hij aarzelt even, maar verdwijnt dan toch weer geheimzinnig in de grote schuur. Wat doet de kerstman toch vreemd, zegt de bakker. Ik zei het toch, knikt de postbode. Ik blijf hier wachten op de vrouw van de slager. Ik moet weten wat hij van plan is. De hele namiddag blijven de mensen in het dorp bij de schuur. Ze horen allerlei vreemde geluiden, maar er valt niets te zien. Iedereen heeft zo zijn idee wat er in de schuur gebeurt. Na 4 uur wachten is er nog steeds niets gebeurd. Ik ga naar huis, zegt de bakker. Ik moet nog taarten bakken. Ik ga mee, roept de postbode. Ik moet mijn ronde verder doen. Net op het moment komt de kerstman weer tevoorschijn. Hij loopt naar de stal met de rendier Rudolf. Kom Rudolf, ik heb je nodig. Samen met Rudolf stapt de kerstman naar de achterkant van de schuur. Daar staat onder een groot zeil een oude rode wagen. Die is vroeger nog van de kerstman geweest, maar die heeft er zeker al 50 jaar niet meer gereden. De dorpelingen kijken verbaasd. Zou de kerstman weer met de auto gaan rijden? De kerstman spant zijn rendier voor de auto. Kom aan, Rudolf, roept hij luid. Trekken. En Rudolf trekt zo hard als hij kan. En langzaam komen de grote wielen van de auto in beweging. Goed zo, roept de kerstman. Trek dat ding maar recht het schuurtje in. Rudolf trekt met alle kracht samen met de kerstman de oude wagen de schuur in. Daarna gaat de poort weer dicht en op slot. Tegen de avond wordt het opeens heel stil. Zou de kerstman klaar zijn? Vraagt iedereen zich af. Ik zie iets, roept de bakker. Hij wijst naar het schuurtje. Oh, ik heb mijn taarten gebakken al meteen vergeten. Alle mensen van het dorp springen meteen rechtop. Turen gespannen naar de schuur. Langzaam draait de grote houten poort open. Eerst zien ze helemaal niets.
Dan stapt de kerstman trots naar buiten. Achter hem stapt Rudolf, die trekt met enige moeite de grote slee van de kerstman verder. Tientallen monden vallen open van verbazing. De vrouw van de slager wrijft in haar haar. Ze lijkt wel of ze droomt. Wat is dat? Stompelt ze. Voor haar staat de grote slee van de kerstman. Maar die lijkt helemaal niet meer op de slee van de kerstman. De kerstman heeft hem helemaal verbouwd. Kijk eens, zegt hij vol trots. Ik heb hem aangepast. Ik hoef helemaal niet meer bang te zijn voor het weer. De autoruiten, de ruitenwissers, zorgen ervoor dat ik niet nat kan worden en dat ik lekker uit de wind zit. Ik heb extra lampen voor het mistig weer en ik heb het zonnetje, heb ik ook gewoon de parasol. Maar wat zit er in die kast? Vraagt de groenteboer. Dat is mijn kleerkast. Daar heb ik mijn regenjas, een sneeuwbroek en nog een zomerbroek. Zo kan ik altijd de juiste kleren aantrekken, dus daarom heb ik dat kastje mee. En dan heb ik ook een vakje voor mijn schoenen en mijn sandalen. Dan heb ik cadeautjes mee, allemaal op de aanhangwagen gemaakt. Maar dat is geweldig, roept de bakker. Ja, een heel leuk idee, vindt de vrouw van de slager. Prachtig, zegt de burgemeester. Het wordt al donker, merkt de kerstman. Hoog tijd om te vertrekken. Anders krijg ik mijn geschenkjes nooit op tijd uitgedeeld. Kom aan, Rudolf. De kerstman klakt met zijn tong. Rudolf trekt zo hard hij kan. Langzaam komt de slee in beweging. Dag, roepen de mensen van het dorp. Vergeet ons niet. Dat was het verhaal van de slee van de kerstman.